Hey, en uh, er zijn ook luisteraars die zeggen: van ja, hoe kunnen we Rusland nou straffen? Los nog van de sancties? Want ze hebben een oorlog, oorlog veroorzaakt, daar moeten ze toch voor gestraft worden. Ja. Wat Amerika eigenlijk ook zegt, hè? Ja, ik zie dat in niet 1, 2, 3 gebeuren, waar je dat doen. He. We hebben een heel proces tegen Rusland gevoerd, het MH17-proces. Nou, we zijn een keurig veroordeeld. En we gaan gelukkig nu nog verder in beroep bij internationale instanties. Maar. Ja, ik zie dat niet gebeuren. Ja, Poetin zal ervoor zorgen dat hij niet gekidnapt kan worden ergens. Ja. Nee, misschien moet je uiteindelijk op, 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 op afzienbare termijn met elkaar gaan praten. Ja, je moet, er met, je moet ook met de boeven praten. Ja, maar dat is tenslotte natuurlijk. Iedemiedemut, dat is ook wel typisch. We zetten de radio aan, onbedoeld overigens. En het eerste wat we horen is Inemine Mutte. Dat vind ik toch ook wel vrij sterk, toch? Een fijn, fijn Nederlands kinderliedje. Um, ja, je zult er misschien tenslotte moeten hem moeten gaan praten. En je, kijk, 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 als je naar de, 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 de Grote Karre Oorlog kijkt, die dus eh, kort na de Tweede Wereldoorlog begonnen is, dan zie je een heel interessant patroon. Dat eerst willen ze helemaal niet met elkaar praten. En, er zijn eigenlijk nauwelijks contacten. En dan na een jaar of 10, 55. Dan krijg je de Spirit of Geneva. Maar dan krijg je nog een heel langdurig proces. Van ups en downs. Wel praten, niet praten. Ruzie, geen ruzie. Maar uiteindelijk zie je hoe dat immense conflict eigenlijk ingebed wordt in, in, een, in een regelsysteem. Hè? Het is echt net als bij voetballen. Is, eerst laat je de kindertjes met elkaar voetballen, tuigen ze elkaar allemaal af en ze slaan elkaar bloedende wonden. En, nou ja, het is niks. En tenslotte zeggen, ja wacht nou eens even, we moeten regels maken. Ja, bijvoorbeeld de buitenspelval en, en dat, je, dat je als je, je tegenstander lek getrapt hebt met bloedend gevolg, dat je dan het veld uitgestuurd wordt. Kortom, als een conflict heel lang duurt en geen van beide partijen zijn bereid om de offers te brengen die dat conflict groot waarschijnlijk met zich mee zou brengen. Dan komt er dus een regelsysteem. In alle sporten bestaan regelsystemen. In die sporten waar je denkt ze zijn er niet, zoals bijvoorbeeld bij rugby, zijn ze er natuurlijk wel degelijk. Mij betreft het een ongelooflijk stomme sport, maar goed, het, er zijn wel regels. En dat is, als een conflict lang duurt, komen er regels. Je ziet eigenlijk nu al in dit conflict dat er ook regels zijn. Want we zijn toch terughoudend met het leveren van bepaalde wapens. Dus ja, de, de NATO kan niet zeggen, we hadden gelul, we hadden er gewoon volop in. Nee, ook, ook hier is het stap voor stap. En misschien zijn er ook achter de schermen toch wel manieren waar ze bepaalde dingen toen. Toen hoe heet het Biden naar Kiev ging, hadden ze van tevoren de Russen geïnformeerd. Met de bedoeling dat ze niet de precies op zijn kop zouden schieten. Ja, net zo goed als de Amerikanen natuurlijk ook wel weten. Dat je beter niet zo'n Heimars ding op een of andere manier op Moskou kunt afschieten. Ja, want ze kunnen tegenwoordig vrij precies bepalen waar het ding terecht komt. Dus ja, uiteindelijk zal er een soort regelsysteem moeten komen voor de Oekraïne. En ik denk dat, dat als dat er tenslotte komt, dat kan wel even duren. Dat, dat er toch op neerkomt natuurlijk dat, dat Rusland in allerlei opzichten de verliezende partij zal zijn. Al zullen ze het er zelf natuurlijk wel een beetje mooie sier maken met als bijvoorbeeld een deel van de Oekraïne toch in Russische handen blijft. We ja. liggen er maar dus mee leven. Is het geloof 19 of zo ja. van het grondgebied. Ja. We gaan ermee leren leven. Dat doen we eigenlijk al. Dat ja. is eigenlijk wat je zegt. Ja, precies. Ja. Het, het zijn het soort conflicten. En kijk, er is natuurlijk geen samenleving. En ja, dat geldt dus ook voor de internationale politiek. Maar ook voor de Nederlandse samenleving. Daar zijn allerlei conflicten. Zijn er gaande. En daar heb je democratie voor. Alleen de internationale wereld is niet democratisch georganiseerd. Die is machtspolitiek georganiseerd. Hmm. En nu hebben we in dit geval. Hebben we eigenlijk onverwacht kordaat. En vast besloten hebben we geconstateerd dat we de Oekraïne gingen helpen? Daar is iedereen toch nog steeds een beetje verbaasd over. Hmm. Behalve de uiterste rechtervleugel van de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten, die zal toenemende problemen gaan maken daarover, daar ben ik vast van overtuigd. Maar voor de rest hebben we besloten: dit is onacceptabel. En ik denk dat dat wel terecht is. Ook als je als je stap voor stap redeneert dat we een aantal dingen verkeerd hebben gedaan in de jaren negentig. En in de jaren daarna, dat, dat, dat is best zo. Maar dat is allemaal op geen enkele wijze een excuus voor wat Poetin tenslotte besloten heeft te doen. Een, krankzin, een daad van krankzinnigheid. Waardoor denk je dat de republikeinen steeds moeilijker gaan doen? Gaan ze het over de kosten hebben en over. De diepste oorzaak daarvan is dat ze zo de pest aan. De... Biden en de Democraten ja. hebben dat wat de Democraten ook zouden doen. als de Democraten bijvoorbeeld de heer Jezus zouden uitnodigen. voor een, een toespraak in het Huis van Afgevaardigden. dan zouden ze nog bereid zijn om uit te fluiten. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Dat, zit, dat zit daar zo. bovendien zijn er natuurlijk vooral die hele echte. E rechtervleugel. Dat zijn, dat zijn echt extremisten. van de ergst denkbare soort. complotdenkers. Volkomen krankzinnig. Dat is, je moet dat niet onderschatten. De onzekere factor in, in het Westen. Om het zomaar te zeggen. Of in het Westerbondgenootschap. Hoe gek dat ook klinkt. Dat zijn de Verenigde Staten. Ja. Dat is niet, niet de Europese Unie. Ja, jammer genoeg hebben wij niet al die militaire spullen die de Amerikanen hebben. Dus ja, in de Verenigde Staten hangt altijd als een duistere wolk. Hangt daar boven de markt. De gekkigheid van de Republikeinse Partij. Heb jij nog die brief gezien van iemand die schreef van... wat nou als Trump het afgelopen jaar president was geweest? Natuurlijk moeilijk om dat te beoordelen. Nou ja, dan denk ik niet dat Amerika zich zo georganiseerd zou hebben... in, in de hulp aan, aan, aan de Oekraïne. Want dat is nogal wat Amerika, wat Amerika gedaan Ook heeft. Ook niet onder druk van anderen? Van bondgenoten? Maar zeker Trump niet. Nee, die zag met name de EU als een vijandelijke natie... Die beweerden dat de, v de, de, de Europese Unie was opgericht om Amerika uit te buiten. Ja, dat ik, ik, er zijn veel mensen, daar zit wel wat in, denk ik. En moet nou ja, Macron heeft ooit gezegd dat de NATO-hersen dood was. Ik denk als, als Trump een tweede termijn zou hebben gekregen of eventueel nog krijgt, dat je moet vrezen voor de hele structuur van het Westers Bondgenootschap, die nou juist door deze oorlog in de Oekraïne. ...een enorme opsteker heeft gekregen. En nog steeds vrij, vrij van die... ...blijkt te kunnen functioneren. Dus nee, ...in Amerika is ook... ook ...er is ook een ander Amerika. En wat we altijd natuurlijk... ...in de loop der jaren verwaarloosd hebben... ...namelijk het kloterige Amerika... ...het onaangename Amerika... ...het zwaar bewapende Amerika... ...het door en door racistische Amerika... ...ja, dat zijn allemaal factoren die... Die we liever niet zien, maar die er wel zijn. Ik moet zeggen, ik ben ook. Ik heb een hele carrière, sorry, maar ik had eerst achter de rug. En ik had toch zeker wel wat kritischer kunnen zijn in de loop der jaren. Nou, dat heb je nu wel ingehaald, toch? De laatste jaren. Sterker nog, als ik nou op één punt bekritiseerd ben, wel namelijk dat ik zoveel kritiek op Amerika had. U weet er niets van, meneer Volsen. Ik heb zelf twaalf jaar in Oklahoma gewoond en dat is, een, dat is een paradijs op aarde. Nou ja, dit werk. Ja, dat je er niets van weet, dat is iets wat je op elk denkbaar terrein binnen tien minuten te horen krijgt. Het is niet anders.